leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. In deze video wil ik weer laten zien wat ik de afgelopen tijd allemaal heb gemaakt en waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat je dit een leuke video vindt. En dan laat ik nu zien wat ik allemaal heb gemaakt en waar ik mee bezig ben. Ik begin met de projecten die ik heb afgemaakt. En één daarvan is deze trui. En dit patroon heb ik gevonden op YouTube. De link ervan zal ik even onder in de beschrijving zetten. Het is wel een Engelstalig patroon, maar als je de granny steek kent, is deze helemaal niet moeilijk om te maken. En de trui wordt gehaakt in één geheel. Het garen wat ik voor deze trui heb gebruikt is de Horizon van Hobby. En dit is een 100% acrylgaren, 200 gram en 550 meter. Ik weet niet meer zeker welke haaknaald ik voor deze trui heb gebruikt, maar ik dacht haaknaald nummer 5. En ik heb hier 2 bollen van gebruikt. En ik heb de trui gemaakt in een maat S. Dus als je een wat grotere maat hebt, dan zul je wat meer bollen moeten hebben. Als je hem ook in dit garen wil maken. Dan heb ik het tafelkleed van Made by Seam afgemaakt. De Twiste Elise seamwiel. En die heb ik dus gemaakt met de scheepjeswul. En dit is 1000 meter en 225 gram. En ik heb hem gehaakt op haaknaald 2,5. En dit is 60% katoen en 40% acryl. En ik ben heel blij hoe dit tafelkleed is geworden. En ik heb toen ook een berichtje van Siem gekregen of dat zij mijn foto mocht gebruiken voor in haar webshop. En daar heb ik natuurlijk geen nee tegen gezegd, want ze vond hem heel erg mooi geworden. Dus wil je dit tafelkleed ook maken, kun je bij haar een pakket bestellen om dit tafelkleed te maken met de scheepjeswul. Ik heb hem dus gehaakt op haaknaald 2,5. Maar jij kunt dus een andere hand van haken hebben. Dus dan zul jij misschien een haaknaald groter moeten hebben. Want op de bol staat dat je hem moet haken met 3,5-4. Maar ik heb hem dus gehaakt op haaknaald 2,5. Omdat ik 3,5 te los vond. Dus wil je dit tafelkleed ook maken met de scheepjeswul? De link ervan zal ik even onder de bus onder in de beschrijving zetten. En dan kom je uit bij de webshop van Made by Seam. Dan een project waar ik 2 maanden mee bezig ben geweest. En dat is deze. Dit kerstkleed. Want je moest 36 lapjes haken. En dan ook nog de blaadjes en die besjes noemen ze het dan. Maar vierkantjes haken vind ik niet echt het leukste om te doen. Maar ik wou hem wel heel graag maken. En ik ben blij mee hoe dat die is geworden ook. En deze kwam dus uit de Simply haken van vorig jaar, december. En dat was, even kijken, zonder het patroon te delen, deze. En deze heb ik gemaakt met de Royal van de Zeeman op haaknaald nummer 5. Dan heb ik deze kat gemaakt. Deze heb ik al een keer gemaakt, maar ik vind deze echt veel mooier geworden. En die heb ik gemaakt met de Chunky chenilgaren van Budget Yarn. En deze heb ik besteld bij Wolplein. En dit is de kleur 001. En dan heb ik deze kleur er ook nog voor gebruikt. En dit is de kleur 098. En ik heb haaknaald 4 gebruikt. En dit is dus de andere die ik heb gemaakt. Alleen dat garen vond ik echt niet zo fijn om mee te haken. Dus ik vind deze toch echt veel beter geworden. En de kattenoogjes die heb ik besteld bij AliExpress. En dan heb ik ook deze 2 regenboogbijtjes gemaakt. Ook met het Budget Yarn chenille garen. En de oogjes heb ik ook besteld op AliExpress. Projecten waar ik mee bezig ben is nog zo'n kat. En ook met hetzelfde garen, dus de Budget Chenille. En daar heb ik alles al van gehaakt, alleen ik moet hem nog even in elkaar zetten. Dan ben ik ook nog bezig met een kussenhoes. En deze haak ik in de mandensteek met 4 stokjes.
Ik heb al 2 tutorials gemaakt hoe je met 2 en met 3 stokjes kunt gaan maken. En ik ben van plan om hiervan ook een tutorial te maken. En ik haak hem met de scheepjes Chunky Monkey. En dit is kleur nummer 1019. En de achterkant wil ik maken met deze kleur. En dit is kleur nummer 1003. En ik haak hem met haaknaald nummer 7. Dus hiervan ga ik binnenkort ook een tutorial van maken. Hoe dat je dit kussenhoes kunt maken. Dan ben ik ook nog bezig met een vest. En dit patroon komt van hetzelfde YouTube kanaal als waarvan ik de trui heb gemaakt die ik nou aan heb. En ik maak hem met de Bapacha Batik. En dit is een 100% acrylgaren, 100 gram en 360 meter. En ik haak hem op haaknaald nummer 5. En dan het laatste project waar ik mee bezig ben is deze sjaal. En dit is een patroon van Wendy van Delden. En ik haak deze met de scheepjes Collecrafter op haaknaald nummer 4. En ik ben dus bezig met het schelpenrandje. Dus deze is ook bijna klaar. En dan was dit alles wat ik heb afgemaakt en waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en graag tot de volgende video.